Nieuwe dienstregeling voor openbaar vervoer. Familie uit Gieten verkoopt huis en haard en vertrekt in camper naar Zuid-Europa. DOS 46 mist na verliespartij aansluiting met de top van Korfbal League. Bus- en treinreizigers opgelet. Vanaf vandaag geldt een nieuwe dienstregeling bij Qbus, Arriva en NS. Voor Arriva geldt dat er tussen Coevorden en Zwolle meer treinen rijden. De NS zet vanaf vandaag langere treinen in. Voor inwoners van Zuidvelde en 1 is de nieuwe dienstregeling een domper. Door het verdwijnen van buslijn 84 tussen Assen en Drachten komt daar geen bus meer. De gebruikers van die lijn zijn aangewezen op een halte 5 kilometer verderop. Een avontuur in het buitenland blijft voor veruit de meeste mensen bij dromen. De familie Tappel uit Gieten gaat het gewoon doen. Het huis is verkocht en ze vertrekken met het hele gezin in een camper naar Zuid-Europa. Ik heb er enorm veel in. Die meiden zeggen het ook. Dus dat hoop ik ook echt dat dat zo is, maar ik denk het wel. Dus wij zijn er klaar voor ook. Ja. Frankrijk, Portugal of misschien wel Scandinavië. Waar ze belanden weten ze nog niet. Duidelijk is wel dat Daisy en Jeroen klaar zijn met hun oude leven. Zo laat op je werk, de kinderen moesten naar school en sport. En nou ja, alles lag vast en alles moest. En nu hebben we zelf de regie in handen en gaan we het zelf zeg maar passend maken. Zeg maar, en zelf doen zoals het bij ons past. Een andere manier van leven. Dat betekent ook afscheid nemen van vrienden en familie. Verschrikkelijk, ja. Ik hoop ook echt dat het binnen 4 maanden helemaal gebeurd is. Ja. Dat ze dan echt terug ben. Ja. Ja hoor, ik kan er nog niet echt... Voor die kleinkinderen, voor hun vind ik het nog niet zo erg. Maar voor mijn kleinkinderen, ja, die ga ik echt missen. Kun je dit met z'n allen volhouden? Dat weten we niet. Daar kan ik je misschien over een half jaar of een jaar antwoord op geven. Maar wij denken het wel. Ja, het is inderdaad een kleine ruimte, maar het is wel de bedoeling dat we buiten gaan leven. Dus ik verwacht dat we het prima kunnen. Tijdens de reis gaat het schoolwerk voor de oudste 2 kinderen gewoon door. Ze krijgen les van hun eigen moeder. En wat vind je ervan dat jullie straks met z'n allen dan echt een grote reis gaan maken? Dat weet ik niet. Beetje spannend? Ja. Maar ook leuk? Ja. Heb je angst? Ja, we hebben wel een beetje angst voor bepaalde dingen. Maar ja, je moet ook gaan ervaren. Hè? Dus zoals Daniel Lovis dan zegt, angst is maar voor even, spijt is voor altijd. Dus ja. Vijfde wedstrijd voor DOS 46 in de Korfbal League. Maar liefst 5 ploegen hebben 5 punten. En staan op de tweede plek, waaronder dus DOS 46 en DVO uit Bennekom. DOS 46 start gelijk goed. Heerlijke worp van Jesse de Jong en zo na 45 seconden al 1-0. Maar DVO maakt het DOS 46 meer dan lastig. Hier, de zoemer is al geweest, maar de heerlijke worp van Menno van der Neut. En DOS 46 had niet zo'n goede wedstrijd als vorige week toen het knap 27 gelijk speelde tegen Fortuna. Hier wel de strafworp die erin gaat. Maar bij rust is het 7-7. En in sporthal De Eendracht in Nijenveen leeft ook het gevoel dat DVO net een stukje sterker is. Hier, prachtige worp. Weer voor DVO, ditmaal Barbara Brouwer. En dan is het verschil 2 punten. Moet DOS 46 weer in de achtervolging. En dat is altijd lastig. Ze proberen het, maar ze komen niet door die defensie van DVO heen. Hier, oh, dit is een hele grote kans. Die wordt gemist door Kim Petersen. En dan weet je dat het lastig wordt. Uiteindelijk in de slotfase loopt DVO uit naar een geflatteerde 12-18. Maar DOS 46 verliest wel en dat is zuur. Het gevoel over Jesse dat je eigenlijk weer dik verliest terwijl het eigenlijk niet nodig is. Dat je eigenlijk wel zo dichtbij zit en hem dan toch weer laat lopen. En dat is gewoon, ik denk niet wat we verdienen als team. En ik heb wel weer een DOS als team gezien, een club die erachter staat. En we moeten dit gewoon doorzetten. We hopen dat er uiteindelijk iemand echt gaat luisteren, maar er ook iets mee doet.
Natuur- en stikstofminister Christiane van der Wal heeft een werkbezoek aan Drenthe gebracht. Ze sprak met allerlei betrokkenen over de zorgen die er zijn rond de aanwezigheid van de wolf in de provincie. Ze deed de toezegging dat er proeven komen met wolfweer in de hekken. En dan niet alleen op het gedrag van de wolf, maar ook wat betekent een afrastering nou voor de rest van je flora en fauna. Want dat betekent ook dat andere dieren niet meer het weiland op kunnen. En wat zijn de effecten daarvan? En dat vond ik echt een goede suggestie die ik echt meeneem. Voorzichtig optimisme bij ouders van hartpatiëntjes in onze provincie. De kans is groter geworden dat de afdeling kinderhartchirurgie in het UMCG open blijft. Het kabinet had eerder besloten dat die zou sluiten. Ik ben blij met het rapport. Het is een gedegen en zorgvuldig onderzoek. Als je in Groningen, Friesland, Drenthe of Overijssel een ernstig ziek kind hebt dat naar de IC moet, dan wil je kunnen rekenen op een team dat alles kan. Je zult de economische effecten van zo'n snelle verbinding met de Randstad tot diep in Drenthe merken. Het onderzoek naar de lelielijn tussen Groningen en de Randstad is vandaag officieel van start gegaan. Noordelijke bestuurders en de staatssecretaris hebben in Meppel afspraken gemaakt over wat er allemaal onderzocht moet worden. Het gaat ook over versnelling op bestaand spoor. Dat gaat ook over de Neder-Saxenlijn. Dat gaat over al die dingen die het Deltaplan tot een samenhangend pakket maken. Ook heel veel woningbouw. Daarom is het zo belangrijk dat de staat en de regio elkaar heel frequent gaan treffen om te zeggen, dit zijn de afspraken die we maken. Zo loopt het onderzoek. We plaatsen elkaar niet voor verrassingen. We fixen samen deze klus. De noodopvang voor 38 asielzoekers in het centrum van Fries dreigde woensdagavond per direct te sluiten. Twee Algerijnse mannen gaven zoveel overlast dat burgemeester Marcel Thijssen ze onmiddellijk weg wilde hebben. Drugs, alcohol, intimidatie. Dat betekent gewoon mensen naroepen. Een andere plek bleek er niet te zijn, waardoor een sluiting de enige oplossing leek. Om 22:30 s'avonds zijn de twee mannen alsnog teruggebracht naar Ter Apel, zodat de noodopvang open kon blijven. Het is Wereldlichtjesdag, waarop wereldwijd mensen bij elkaar komen om overleden kinderen te herdenken. Toch blijkt het praten over een stilgeboorte, miskraam of kind dat op latere leeftijd is overleden niet makkelijk. Marion van Rootselaar uit Eleveld verloor 10 jaar geleden haar zoontje en wil het onderwerp uit de taboesfeer halen. En hoe lang het geleden is, maakt niet zoveel uit. Of het nou een jaar geleden is, of dat het gisteren is gebeurd, of 10 jaar geleden. Het blijft er altijd. Ja, en dat is een soort, zo fijn als mensen zich dat realiseren. Het blijft vanavond bewolkt en het koelt af naar zo'n -4 graden. Her en der kan er plaatselijk mist ontstaan. Ook morgen begint grijs en de temperatuur blijft de hele dag rond het vriespunt. Af en toe kan het zonnetje doorbreken. In de nacht klaart het op, waardoor de temperatuur flink kan zakken. Dinsdag begint met temperaturen van om en nabij de -7, best koud. Overdag breekt het zonnetje hier en daar door en stijgt het kwik naar -1. Woensdag verloopt redelijk hetzelfde, al kan er die dag een lichte sneeuwbui vallen. Ook de rest van de week blijft de temperatuur overdag rond het vriespunt hangen en koelt het 's nachts meer af. Dit was Drenthe Nu voor deze zondag. Meer nieuws leest u online op rtvdrenthe.nl of in onze app. Nog een heel fijne avond en graag tot morgen.